De Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo, SUP, heeft vanmorgen Personal Protection Equipment, PPE, geschonken aan het ministerie van Justitie en Politie. Robin Roemer, voorzitter van de stichting, heeft de spullen overhandigd aan justitieminister Kenneth Amoksi. Roemer zei dat de SUP het belangrijk vindt dat de eenheden die aan het project Veiligheidszone Paramaribo Centrum werken, zichtbaar zijn tijdens het uitoefenen van hun taak. De PPE bestaat uit wegwerpmaskers en handschoenen, flashlights en reflecterende vesten. Minister Amoksi stelt de gesten van de SUP heel erg op prijs. Datgene wat u hier heeft geschonken, zullen we goed gebruiken, zullen de dames en heren die deelnemen in de surveillance goed gebruiken. Alles wat hier is, zijn zaken die nodig zijn bij de surveillance. En nogmaals, ik wil dank zeggen namens de participerende organisaties. En we kijken natuurlijk uit naar meer. Want we hopen natuurlijk dat de hele COVID-situatie, dat we die snel onder controle krijgen. Wat we eigenlijk willen is dat het helemaal ophoudt daarmee. Dat we gewoon terug kunnen naar het normale leven. De normale activiteiten voor de SUP natuurlijk, dat de zaken open kunnen. En dat de mobiliteit van de mensen weer op gang komt. Roemer zegt dat vanwege de avondklok het moeilijk was om het pilotproject te evalueren. Laat me het zo zeggen, voor de ondernemers gaat het pas zichtbaar zijn als we wederom open zijn. En dan gaan wij goed kunnen meten in hoeverre ze zichtbaar zijn. Tussen haakjes, politiehuisje, ondersteuningsplek waar de manschappen zich begeven, is in ieder geval bemand. En bemand. En dat is in ieder geval een goede uitkomst. Want hier hebben we al een hele poos in het verleden over gepraat van zorg dat daar bemens is. Dat we een beroep kunnen doen als er een calamiteit of iets zich voordoet waardoor de ondersteuning van de politie nodig hebben. Dus ja, de surveillance wordt gedaan. We hebben geëvalueerd. We gaan het ook nog verder in zones opsplitsen. Dus het is niet nieuw. Het is iets voor ons niet nieuw, maar het moet verder. Het is een groter gebied die ze moeten bestrijken. En ik zou uiteindelijk bij de burger moeten nagaan als zij het gevoel hebben dat ze een veilige omgeving hebben en dat de politie zichtbaarder is. Robin Roemer, voorzitter van de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo. Hij heeft vanmorgen namens de stichting Personal Protection Equipment geschonken aan het ministerie van Justitie en Politie.